3, 2, 1. Welkom bij iBoardcast, de Nederlandse action sports video podcast. Ik ben de host Johnny 13. En elke week ben ik op pad om de coolste boardsports events te bezoeken. En afgelopen februari was ik op de ISPO. En we hebben daar een interview gedaan met Gus Hamborg van Hamboards USA. En ik vroeg hem, wat zijn nou hamboards? Want als je ooit een keer een hamboard gezien hebt, dan weet je niet wat je ziet. Een hamboard is eigenlijk meer een surfplank dan het een skateboard is. Maar ze kregen heel veel vragen uit je longboard community of ze ooit een keer een longboard gingen maken. En met de Huntington Hop hebben ze dat nu ook gedaan. We hebben dit bord na een aantal dagen in ons bezit en we vinden het echt een super lekker plankje. Iedereen die erop staat snapt meteen wat de bedoeling is. Wat nog wel eens de vraag is bij longboard, wat moet je er nou mee? Dit is echt een super fijne ride. Het is echt een super surfy gevoel. De reverse kingpin trucks zorgen ervoor dat je lekker flexibel bent, maar toch heel erg stabiel. Het formaat van het plankje is ook perfect, want je kan gewoon voorop gaan staan zonder dat je nosedive maakt. Echt super, super fijn. De wielen zijn ook zacht genoeg en blijven goed aan het asfalt kleven. Dus je kan goed flink scherp insturen. Kortom, een super fijn bord. Het dek heeft een berkenkern en is afgewerkt met S-doren. Onder dat bord zitten een paar Paris trucks met een reversed kingpin. En de Huntington Hop is te verkrijgen in 5 oldschool kleuren. Key lime, mint chocolate, seaweed cream en seafoam cream. De Huntington Hop kost €220. Wil je zelf een keer testrijden op een hamboard? Ga dan naar de spot in Zandvoort. Wat heel erg tof is, is dat wij dit bord mogen houden, maar Hamboard Europe heeft ons nog een tweede bord gegeven. En wij gaan dat weggeven aan een van onze YouTube-abonnees. Dus wat moet je doen? Ga snel naar de YouTube-pagina, word lid en eind oktober gaan wij dit bordje aan een van onze abonnees weggeven. Dus snel naar YouTube, abonneren en wie weet wordt dit jouw bord. Meer informatie over hamboards op www.hamboards.com of op www.hamboardseurope.com. Links vind je natuurlijk op de website. En volgende week ben ik er weer. Mazzel!